Hallo iedereen en welkom bij deel 2 van het losmaken van je nek, schouder en bovenrug, schouderbladen. Let er goed op dat je deze oefening pas na 2 dagen na de eerste oefening hebt gedaan. Dus dat je hem langzamerhand uitbreidt. Ga niet denken, ik ga gelijk naar de laatste oefening en dan doe ik ze gewoon allemaal in één keer. Dat gaat spierpijn opleveren. Nu laat je je lichaam eraan wennen. En doe je het ook stapsgewijs dat je het mee kunt doen. Mijn ervaring is, wat ik vaak heb gehoord van mijn cliënten, dat als je ze in één keer doet, dat ze dan ook echt spierpijn krijgen. Stop je die direct mee en heeft het totaal geen effect. En dat zou wel heel jammer zijn. Wat we nu gaan doen, is een rotatieoefening. En dat is het verbeteren van je nek en ook het heen en weer draaien. Ik begin eerst weer even met de herhaling van de vorige oefening. Weet u het nog? Kin op de borst. Armen laten hangen. Naar de rechterkant heen. Je kunt eventueel helpen. Dan voel de strekking vanuit je nek richting je schouderblad gaan. Laat je los. Pak je ook weer de andere kant. Dat is precies hetzelfde. En die kun je ook weer bekrachtigen door hem mee te helpen. Ga er niet aan hangen, maar een beetje losjes. Je voelt wel wat je pijngrens is en ga ook niet verder dan je pijngrens. En laat hem weer los. Deze keer een hele makkelijke oefening, maar ik zeg altijd maar het achteruit kijken in de auto. Tot hoe ver kun je dat? Dus dat is gewoon je schouders recht houden, ontspannen. Niet dit, maar gewoon ontspannen. En niks anders dan heel langzaam een beetje de kin in. En dan draai je hem gewoon van links naar rechts. Hoe ver kun je hem zetten? Ik voel wel als ik hem naar links heen doe, dat ik hem ook achterin bij mijn schouderblad voel ik hem. Ook ik heb problemen. Je zou het niet verwachten doordat ik niet aan het werk ben. Maar toch, andere dingen blijven altijd een prioriteit. En deze kun je ook prima gewoon even een aantal keren achter elkaar aandoen. Mag ook weer 3 keer naar rechts en 3 keer naar links. Dit is de oefening tot zover. In oefening 3 ga ik hem weer verder uitbreiden met nog weer een andere oefening erbij. En zal ik deze 2 nog weer gaan herhalen. Veel succes en mochten er problemen ontstaan, hoor ik het graag. Tot ziens!